Dit is pampersgas, oftewel cortederia. En dat zet ik hier gewoon in zo'n pot neer. We kennen eigenlijk allemaal de cortederia als een hele grote struik. Met bloemen op een gegeven moment valt dat dan ook een beetje om. Je moet ruimte hebben in je tuin. Met deze niet. Dit is de mini zilverpampers. Die blijft dus een stuk korter. Hij wordt niet hoger dan wat je hier ziet. En het is een heel uitbundige bloeier. Ik zet hem hier in die pot neer. Als hij nou is uitgebloeid, geef hem gewoon een plekje in de tuin. En één ding weet je zeker, hoger dan dit wordt hij niet.